Ook naar Lisette natuurlijk, want vandaag stemmen onze Tweede Kamerleden over een vrouwenquotum in het bedrijfsleven. Ja, 6 jaar geleden werd er een wet ingevoerd waarin eigenlijk afgesproken werd of neergezet werd dat er een streefgetal van 30% zou moeten zijn. 30% vrouwen in de top van bedrijven. Alleen bijna geen enkel bedrijf heeft dat doel bereikt. In eerste instantie waren alleen D66 en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en DENK voorstander van het quotum. Maar vorige week werd bekend dat ook het CDA nu om is. Ja, dat vrouwenquotum is natuurlijk best wel omstreden. Tegenstanders vinden dat de kwaliteit van iemand voorop moet staan en niet of die man of vrouw is. Voorstanders zeggen juist dat meisjes in het onderwijs hun achterstand al lang hebben ingehaald. Maar dat het veel te lang duurt voordat we dat ook terugzien in het bedrijfsleven. Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenning vindt dat vrouwen gewoon zelf aan de bak moeten. Ja, in de discussie rondom de loonkloof, maar ook om, als het gaat om vrouwenquota, worden vrouwen natuurlijk vaak in een soort van slachtofferrol voorgesteld. Terwijl, ja, als je kijkt naar de cijfers, kun je afvragen of dat terecht is. Het zijn toch vaak keuzes van vrouwen zelf die ervoor zorgen dat ze part-time werken. En ja, dan kom je natuurlijk ook niet in de buurt van die topfuncties waar het om gaat. Als alle vrouwen in Nederland fulltime zouden werken en nog steeds die doorstroming stokt naar de topposities, dan is er natuurlijk iets aan de hand. Dan heb je natuurlijk veel meer recht van spreken. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan is er toch een discriminerend mechanisme aan de gang. Maar ja, daar op dat punt zijn we natuurlijk bij lange na niet. Carla, heeft hij een punt? Moeten we gewoon meer werken met z'n allen? Nou, dat is op zich wel, het zal op zich wel goed zijn. Maar ik denk dat er ook genoeg kandidaten zijn om lid te worden van de Raden van Commissarissen. Meer dan dat er nu benoemd worden. Dus ik denk wel dat het een goede zaak zou zijn als dat quotum zou komen. Ja, u bent natuurlijk voor zo'n quotum, dat weten we. Maar ik heb even gekeken, in de Kamer zitten 50 vrouwen van de 150 Kamerleden. Wordt het niet tijd dat er daar eens iets aan wordt gedaan? Ja, de verhouding is hier eigenlijk precies andersom. Hè? Ja. Maar in de Tweede Kamer zou je kunnen zeggen, met 1/3 vrouw zit je echt een stuk beter dan op heel veel andere plekken in Nederland. Ja, maar nog, bedoeld, we zijn gewoon met de helft natuurlijk. Ja, maar stel je voor, in de raden van bestuur van grote bedrijven, 1 op de 12... Dus dan daar is het nog kwalijker. De situatie waar we hier zitten, 2 vrouwen, 1 man die dan aan tafel zitten, ja, dat heb je in bedrijven bijna nooit. Nee. Dus daar merken we gewoon dat het echt niet verandert. En ja, ik hou helemaal niet van quota. Dus het zou wat mij betreft ook tijdelijk moeten zijn. Maar om als iets het te kan doorbreken. Helpen, precies. Ja. Oké. Okay.